zijn hier bij de FIFA 18 Experience in Utrecht. We zijn hier met de PSV-selectie en met Romal. Ik ben hier met Pablo. Wij vormen één team en wij gaan nu spelen tegen Bergwijn. Ik ben zelf een van de beste. Nou, EA Sports heeft ervoor gekozen om hier op Utrecht Centraal een FIFA 18 Experience te organiseren. Een week lang kunnen allerlei mensen, voorbijgangers, maar ook celebrities, BN'ers, betaald voetballers, hier terecht om als allereerste kennis te maken met de nieuwe game. Lopen voetballers daar warm voor? Nou ja, bij ons in de selectie lopen ze er warm voor, want ze willen natuurlijk als allereerste de FIFA 18 bemachtigen en kunnen gaan spelen. Dus we zijn hier vandaag met 6 jongens in onze selectie om een onderling toernooitje te spelen, maar ook om de game in ontvangst te nemen. Happy, what do you think of the result? Het was totally not our day, pakkies, to be honest. Ja, we begonnen niet heel best. We hadden nog twee treffertjes kunnen maken, maar ik denk dat we even iets meer tijd nodig samen hebben om goed team te worden. En dan slopen deze mannen. Tuurlijk. Maar, on to next one. Sowieso, komt goed. Wij hebben als PSV samen met Ajax als enige twee clubs een samenwerking met EA Sports. En dat heeft ertoe geleid dat wij een unieke Steelbook Edition hebben kunnen lanceren. Dat betekent dat FIFA 18 uitkomt, net als de game voor alle andere mensen is, maar dat die een speciale PSV-verpakking en look and feel wordt gepresenteerd. Hoe vind je FIFA 18? Jawel, goed. Het is wel weer wat anders. Verdedigen is wel wat moeilijker, maar verder ziet het er goed uit. Hij is wel heel chic, hè? Ja, hij is zeker chic. Deze is nog mooier. Binnenkantje ook? Ja, binnenkantje ook. Heb ik nog niet gezien, eerlijk gezegd, maar ja, prachtig. Ja, I can't actually explain what is harder. You just get more goals on you, and that basically means that you have to defend better. And maybe it's just easier to score. Klopt het dat schieten van afstand wel weer wat makkelijker gaat op doel? Ja, dat ook. En de steekpaasjes gaan er ook wat makkelijker. Kan jij nog beoordelen, zeg maar, of voetballers automatisch ook goede FIFA-spelers zijn? Dat is een mooie vraag, want ja, je kunt het hier zelf met eigen ogen zien binnen. Er spelen 2-2 en de ene die stopt er heel veel tijd in, want het is een hobby. Die kan het heel erg goed. Er zijn ook jongens zoals Jorrit Hendricks bijvoorbeeld, die zegt van ik game niet, ik speel niet. Dus een goed paard is nog geen goede ruiter, blijkt ook hier. Dat ging een fout, man. We waren gewoon niet scherp eerst. Dan krijg je dit. Eerst af gewoon weggegeven. Ik had ook het idee dat het joystick niet meer ruikte, tot het bleef stilstaan. Keepers, jongen. Maar ja, helaas 5-1 verloren om een partje te krijgen.